DNA heeft vandaag het protocol of 2014 to the Forced Labor Convention 1930 met algemene 29 stemmen goedgekeurd en geratificeerd. Hiermee committeert Suriname zich aan een van de 8 fundamentele conventies van de International Labor Organization, ILO. Het doel van deze conventie is dwangarbeid in de gehele wereld tegen te gaan. De commissie van rapporteurs stond onder leiding van Patrick Kensenhuis. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet vroegen DNA-leden zich af hoe de regering invulling zal geven aan het protocol. Vooral de controle en naleving van het verdrag was een zorgpunt. Wij voeren nu terug naar het betoog van Kensenhuis, waarin hij vaststelt dat het protocol niet in overeenstemming is met enkele Surinaamse wetten. Deze wetten hebben onder andere te maken met taakstraffen aan jeugdigen in cellenhuizen. Het protocol tegen dwangarbeid is niet in overeenstemming met onze wetgeving als het gaat om reclassering. In het protocol is ook opgenomen dat er een plan moet zijn om te kunnen implementeren. In het wetboek van strafrecht, zoals ik eerder heb aangehaald, zijn er geen duidelijke artikelen opgenomen die handelen over reclassering van jeugdigen. Men praat alleen over straffen en taakstraffen, maar niet om te gaan met het resocialiseren van deze jeugdigen. Er wordt vaker aangegeven dat jeugdigen die in het jeugdopvoedinggesticht zijn opgenomen, niet de juiste behandeling krijgen. Naar aanleiding van wat er door de media wordt doorgegeven, kan geconcludeerd worden dat deze jeugdigen niet op de juiste wijze worden behandeld met betrekking tot de internationale standaarden. PL-parlementariër William Waidu legde tijdens een interruptie een link tussen dwangarbeid en de economische situatie van Suriname. Volgens hem moet er ook rekening worden gehouden met aspecten als het minimumloon en de onderdrukking en uitbuiting van werknemers. We gaan richten, ik heb het over dwangarbeid, voorzitter. Wanneer ik een gesprek heb met een moeder en die staat daar en ik zeg mevrouw, hoeveel ontvangt u? En die zegt van, de Chinees heeft geen keus om onder minimum loon te betalen, voorzitter. Maar ik kan ook niks zeggen aan de arbeidsinspecteur wanneer hij hier komt, omdat ik gewoon geen werk heb morgen. Dus door dat heel beleid, doordat er armoede heerst, precies wat de spreker daar aanhaalt, voorzitter, moeten moeders, studenten noodgedwongen in winkel staan tegen een armzalige loon die niet eens voldoet aan een minimumloon, voorzitter. En dat bedoel ik met dwangarbeid, voorzitter. Dwangarbeid is niet alleen fysiek, maar geestelijk gebonden aan de hele situatie waar u geen enkele zicht heeft overmorgen. En daar wil ik naartoe gaan, voorzitter. Ik heb er niets anders over dan dwangarbeid, voorzitter. En daarom wil ik via de spreker vragen aan de minister, wat doen we hiermee? PL-parlementariër William Waidu vandaag in DNA tijdens de behandeling van het protocol over dwangarbeid. Deze is goedgekeurd met algemene 29 stemmen.